Dankjewel, Bosuilen! En na deze fantastische act zijn we helaas alweer aangekomen bij de laatste Sauwelaar van vanavond. En dat betekent automatisch en traditiegetrouw de winnaar van vorig jaar, de Oppersauwelaar. Niek kwam vorig jaar in de ton, gooide alles schoon van zich af en pakte de titel. Hij schaadde zich daarmee in een illustre rijtje van Sauwelaars dat bij het debuut meteen Oppersauwelaar werd. U moet dan denken aan Henk Goos, Corné Renieren, Els Bink, Tommeke van Aert, Jos Schetters en een Remco Raats. En waar laatstgenoemde er het jaar daarna niet gek veel van bakte, heb ik er het volste vertrouwen in dat Niek dat wel gaat doen. Nadeel van zijn winst is dat hij heel de avond al heeft moeten wachten. Als een soort van vlinder in zijn kokon moeten blijven. Of, zoals we misschien vorig jaar even zien, als de donderstier in zijn kooi. Maar hij mag er nu dan eindelijk in om de Sauwelton te betreden. Dames en heren, een groot applaus voor Niek Rovers! Van gemaakt is wel, hè? Michiel! Dankjewel. Ik hoef vanavond maar eentje. Anders ga ik weer dubbel zien en mijn schoonmoeder zit in de zaal. En één is meer dan genoeg, hè? Oh, hoor ik wel moeie van. Zo. Hè? Oh! Dat leidt een beetje af misschien. Wacht even. Zo, dat is beter? Ja? Ja, hij deelt straks handtekeningen uit, dus... Goedenavond! Hey, Jutemus, ga je ook hier? Godverdomme, ik heb nu een jas aan. Nu een jasje? Varkens leren, of niet? Nee? Ja, de kop zit er nog op volgens mij, man. Goedenavond. Die houden we erin, juist. Mijn naam is Ben de Groot. Ik ben lingerieverkoper bij Van Gestel. Het is daarom dat ik vanavond mijn werkkleding aan heb. Inderdaad. Ze lopen er gelukkig niet allemaal zo bij daar. Die dames, die hebben allemaal wat nets aan, hè. Ja, die lopen er niet zo bij als ik. Die hebben gewoon allemaal netjes een stringetje aan, natuurlijk. Ja, het zat er bij mij dan vroeg in, verkopen. Ik deed vroeger op school altijd al handel. Samen met de nippel. Ja, daar hebben we moeten stoppen toen hij opgepakt werd, natuurlijk. Ik ben toen het rechte pad opgegaan. Ja, de nippel die verkoopt nou frikandel, hè. Zonde. Ja, mijn eerste baantje als verkoper, dat was bij een eigen schuur. Dat heeft maar heel kort geduurd, maar ik moet toch even sorry zeggen tegen iemand hier in de zaal. Kees, sorry dat ik jou toen die kast heb verkocht waar jouw vrouw in paste, hè. Sorry. Ja. Ja, Kees. Ja, je hebt er wel een potje van gemaakt dit jaar, hè? Of ja, een potje. Zeg maar gerust een ketel, hè? Maar dat moeten wij gewoon accepteren, hè, mensen? Ja, 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 ja. En ook het feit dat Kees daar al die jaren niet heeft aanzien komen, dat kan gewoon gebeuren, hè? Ik bedoel, wij hebben hetzelfde gehad met de mopjes. Bij ons is er ook dit jaar iemand uit de kast gekomen. Ja, dan denk je dat je elkaar kent, hè? Kees, ik weet precies hoe jij je voelt. Dan kenden we elkaar al zo lang, met al zo lang vrienden, hebben alles met elkaar gedeeld. En ineens kwam meteen Raniel Bekers.
Hij is die jaar uit de kast gekomen. Hij zei, mannen, ik moet jullie wel vertellen. Ik ben een beetje anders dan jullie. Ik ben eigenlijk een heel klein negertje. Ja, Kees, wij zagen het ook helemaal niet aankomen. Ja. Ja, ik wou wat. Ik dacht op een gegeven moment, waar kunnen nou het beste werken hier in het dorp, hè? Ik bedoel, we hebben geen bakker, geen slager, maar klerenwinkels, die hebben wij zat, hè? Dus daar ga ik eens werken, dacht ik. Dus ik aan de gang met Nilmaas. Want ja, Nilmaas, dat was dan toch wel een schone winkel. Dat kijkt de hele dag uit op zo'n groene weide aan de overkant. En bij de rest van de winkels, daar kijken ze allemaal zo chagrijnig. Dus ik denk, daar ga ik beginnen, hè? Met een eerste klant, dat was Han van Etten. De vrouw van Jos. Ik zeg, Han, kom jij voor de weigen of voor de wederhelft? Nou, jij gelijk over de zijk, hè? Ze zei met een wederhelft. Wederhelft, onze Jos is wel iets meer dan een helft, hè? Ja, ze kwam voor een jas naar mijn hemd van Jos. Ik zeg, een jas? Wat moet Jos nou mee in een jas? Geef hem een bodywarmer, want mouwen, dat doet hij zelf wel, hoor. Nou, ze ging uiteindelijk nog weg met een overhemd voor Jos. Ik zeg, netjes op 30 graden wassen en strijken over de wokpan, hè. Anders krijg je nooit in de juiste vorm, natuurlijk. Ja, maar Nilmaas kwamen ook oude monumenten uit Ulven uit, hè. De oude meesten uit de Donk, allemaal. Vaak kwamen ze voor nieuwe kleren voor in de kerk, hè. Dus dan vroeg ik altijd, is het vraag nog leeft? Of waar wel in die kist ligt. Ja, dat is heel grof, maar die meesten moeten ook wel later denken, hè. Want ja, dan verkocht ik er altijd biologisch afbreekbare kleding bij. Ja, dat vergaai je wel snel weer in de grond, hè. Dus ja, Erik die was ook niet altijd eens met mijn adviezen. Ze heeft me ontslag genomen. En toen ben ik begonnen bij mijn droombaan, hè. Ja, lingerie verkopen bij Van Gestel. Dat moet ik even uitleggen natuurlijk. Ik zei getrouwd met ons Jeanette. En ja, zoals dat gaat in ieder huwelijk, op een gegeven moment, daar gaat de schoen er een beetje uit, hè. Ja, bij ons was dat al na 3 dagen, zeg maar. Ons Jeanette is namelijk niet de knapste. Ja, knap lelijk, dat wel. Toen ik haar probeerde te versieren, dacht ik, ik doe de GHB maar in mijn eigen drank, want... Ja. Ja, daarom is alcohol volgens mij ook uitgevonden, dat lelijke meesten ook nog een partner kunnen krijgen. Maar ja, hey, ze was wel lief, hè. En in het begin, de seks, nu was van opa, hè. Ja, totdat ze over kinderen begon. Ik heb daar eens nagevraagd bij Kees de Gieter. Ik weet niet of jullie Kees kent. Ze noemen hem ook wel als Braan van Overloop. Ik zeg, Kees, je hebt een jaar aan de kleine gehad. Hoe was dat nou, hè, zonder bevalling? Oh, Benny, zit die. Houd erover op, scheid erover uit. Het was verschrikkelijk. Hij zei, ze lag daar met de benen wijd. Het was net of mijn favoriete kroeg in brand stond, hè. Ja, dus kinderen, dat moet ik niet, hè. Nee, je moet wij sowieso goed afvragen op dat gezicht van een vrouw in het klein wil, hè. Want ja, van haar komt er nog af, maar van een jong niet meer natuurlijk. Dus ik had ons Jeanette wijsgemaakt dat mijn zaad niet meer optimaal is. Ja, wel van smaak hoor. Dat wel. Ja, sindsdien, de seks is niet meer wat geweest is. Nee, ik moet meestal zelf doen nou. Ja, ik ben er wel achter wat meest gevoelige punten zijn, achter waar je aftrekt. Ja, mijn oren. Je moet altijd goed luisteren of je geen voetstappen hoort op de trap, hè. Oh. Waar ga jij naartoe? Jij zat er nog niet in, hè? Ja, Frankie Son kom even voorbij lopen. Sorry, mensen. En ze zeggen wel zoveel mannen dat ze... Hè? Sommige mannen hebben aan iedere vrouw 10... Of aan iedere vinger 10 vrouwen. Bij Frankie is dat net andersom, hè? Die heeft aan iedere vrouw 10 vingers. Ja. Weet je trouwens wel een vrouw is morgens als ze wakker worden in de ogen wrijven? Nee?
omdat ze geen zak hebben om aan te krabben. Maar ja, ons net dus. Af en toe doen we nog wel zoenen, hè? Maar ja, zoenen, hè? Het smaakt niet zoals bij een bed, zeg maar. Zonde nee van een bed. Ja, ik was ook veel liever bij het afscheid van Maxat geweest. Ja. Maar goed, ik dwaal weer af. Ik moest weer werk hebben, hè? Dus ikke naar de gym. Ik denk dat wel al van mij, hè? Ikke daar naar binnen. Jongen, naar de klerenzooi. Ik dacht daar vanochtend al veel vroeg voor een auto, maar dat durven ze net zoveel te vragen voor een spijkerbroek. En al van die omhoog gevallen Belgische kak, madame. Ik denk dat ga je hem niet horen, hè? Dus ik stond net zo gauw weer buiten. Zie ik aan de overkant van de deurstrap wat schoons lopen. Al lang zwart krullend haar, ik kreeg gauw achteraan. Nog een strakke kont in een leren broek. Ik zeg, schoonheid. Draai het zich om. Waar het at de brok. Ja, de postbode. Ik schaamde mijn eigen dus ook kapot. Ja, ik draaide mijn eigen schouw om aan een etalage daar zo. Van Gestel. En toen had ik het, ik denk dat is het. Ik koop een mooi setje voor een chinet, voor in bed en dan gaan we er weer tegenaan, hè. Niet dat dat een garantie is op succes, hoor, want de vorige keer heb ik met bloemen geprobeerd. Ja, kwam ik met thuis, zei ze, mooi hoor. En dan heb ik zeker weer met de benen wijd. Ik zeg, hoezo met de benen wijd? Heb ik geen vazen meer. Ja. Ik heb dus de middenwijd bij Gestel. Kijk daar een beetje rond. Zag ik ineens dat ze een verkoper zochten. Ik zeg, nou, we zoeken voor iets. Ja, ene die niet gebroed is om te werken, nooit ziek, overwerken, geen probleem. Ik zeg, dat moet er mij hebben, hè. Ik help al mee zoeken. Nou, zeg ze, ik weet het niet, hoor. Ik weet niet of jij wel geschikt bent. Maar je mag het bewijzen. Wij hebben hier iets liggen, daar hebben we er nooit ene van verkocht. Ik zeg, ja, kom maar op. Kwam ze aan met een bruine string. Een lelijke bruine string. Lelijk! Zulke lelijke kleding had ik nog nooit gezien. Nou, ja, misschien wat de Mech wel zo meteen haalt, maar... Ja, dus ik zeg het als geprobeerd om het als vishaas te verkopen. Want ja, zo'n string, daar vangt altijd nog wel één mossel. Nee, hadden ze het niet geprobeerd. Ik zeg, nou ja, kom maar hier, ik draai er mijn nek niet voor om. Dus ik pak een groot bord en schrijf erop, één bruine string, 10 euro. Drie bruine strings, 40 euro. Ik zag ze ook al kijken, van... Ik zeg, wacht maar af. Ik pleur dat bord buiten en jou na een half uur komt Nel ook maar binnen, hè. Oh, zie je, dat is niet normaal, want hier te breed en daar te laag en onze penis zit in onze vet en onze brammen en... Af verder kwam er dus op neer. Klinkt herkenbaar of niet? Ja, Nel Homer praat ook niet meer tegen mij. Ja, ze vonden dus dat ze voor 3 strings korting moest krijgen en niet meer moest betalen. Ik zei, Nel, witte, jij hebt helemaal gelijk. Hier hebben er 3 voor 20 euro. Wegwezen. Nou, sommige mensen moeten altijd alles beter weten. Dat was nou in mijn voordeel. Ik heb de Peer nog wel even gauw gebeld. Ik zeg, Peer, ga hem opvertalen als eerste naar bed gaan s'avonds. En gauw het licht uit doen voordat jullie Nel binnenkomt, hè, want dat wil ik jou besparen. Nou, ik wou dus aangenomen, hè. Moest ik wel eerst nog een slipcursus volgen. Ja, dat was niet zo'n probleem. Maar nou mag ik dus heel de dag naar borsten en billen kijken, hè. Ja, vrouwen snappen dat niet, hè. Wat wij mannen nou aan borsten vinden. Maar ja, vrouwen hebben dan ook niet zo heel veel ruimtelijk inzicht. Hoewel ze wel heel vaak zonder push-up BH dragen, hè? Dat vind ik dan weer raar. Ja, zonder push-up BH, ik vergelijk het altijd met een zak chips. Het ziet er heel aantrekkelijk uit, maar als je hem openmaakt, dan is hij al voor de helft leeg.
Ik zie een paar mannen heel herkenbaar knikken. Ja. Ik begin te zingen. Ha, ze vroegen mij gisteren ook nog of ik homo was. Ik zeg nou, als ik als vrouw zou zien, zou ik bijna horen. Maar nee, hè. Dat is misschien wel goed ook voor een homo's trouwens, want... Hè? Maar, ja, ik snap dat wel dat ze dat vragen, want homo's hebben altijd veel verstand van mode, hè. Ja, dat komt natuurlijk omdat ze jaren in die kast hebben gezeten. En ze zijn eruit gekomen omdat ze geflikken zagen. Ja, homo's doen of iets met mode, of ze worden taxichauffeur, hè. Ja, ze hebben tenslotte ook graag iemand achterin zitten. Ik heb er niks op tegen, hoor, homo's. Helemaal niet. Ik vergelijk ze altijd met onze net. Kijk, onze net die kookt altijd. Dat kan ze wel weer heel goed. Niet altijd wat ik wil. Maar ja, je moet eten wat de pot schaft, hè. Kees. Moest jij ook altijd eten wat de pot schaft? Ja. Nee, maar ons vrouw die staat er dan te koken, hè? Die staat er het eten te roeren. Ja, homo's doen dat ook gewoon, hè. Alleen ons vrouw die roert in het eten van vandaag en homo's in het eten van gisteren, hè. Ja. Nou, ik ben dus begonnen bij Begestel. Mijn eerste klanten, dat waren Wil en Wendy van de Raad van Elf. Op de dag dat ze gingen trouwen, kwamen ze weer een mooi setje voor in de huwelijksnacht. Dus Wendy die begon al een beetje rond te kijken en Wil die zegt tegen mij: Penny, weet jij niet wat toepasselijks omdat wij gaan trouwen? Ik zeg ja, 4 mei, 8 uur. Ja. Nou ja, dat duurde nog zo lang. Nou, ondertussen liep Wendy een beetje rondkijken, maar ze liep allemaal zo moeilijk, hè, een beetje te trekken benen. Dus ik zeg tegen Wil, wat is dat joh? Ah, dat is niks, zegt hij. Ik zeg ja, maar zo kunnen we toch niet trouwen? Jawel, zegt hij, dat is over een uur voorbij, dan zijn de krulspelden er weer uit. Tja. Ja, juffrouw Ingeborg, die mooie presentatrice van vorig jaar, die was ook nog bij ons geweest. En die schaamde draaien altijd een beetje, hè, als ze bij ons kwam. Want die had een hazellip. Ja, daar zie je er niks van, hoor. Ze had altijd netjes een broek aan, maar... Ja. Ze was morgens bij ons geweest, bel ze smergens op. Ze zei, Benny, heb jij misschien mijn onderbroekje gevonden, want ik ben hem kwijt. Ik zei, ja, ik heb nog geen tijd gehad om te kijken, maar ik ben nou even bezig, ik bel over een paar minuten terug. En ja, een paar minuten later bel Ingeborg weer. Ze zei, laat maar zitten, ik heb hem al gevonden. Hij lag bij de tandarts. Maar nou ik jou toch aan de lijn heb, ze zei, die nieuwe onderbroekjes die ik gekocht heb, waar is nou de vuur aan de achterkant? Ik zei, ja, de eerste keer is dat moeilijk, maar daarna is het gewoon geel vuur en bruin achter. En de nieuwe vuurzister van de dorpsraad, he. Marion Schuurbiers. Kennen jullie die ook? Die kwam bij ons binnen voor een nieuw setje. Op advies van Ria Knipscheer. Want Ria had gezeten met een goede lingerie setje. Kunnen heel wat voor elkaar krijgen bij de politieke mannen in Breda. Dus ja. Het is vast ook geen toeval dat vlak na Ria stopte Peter van der Velde ook zijn ambt neerlegde. Hè? Ik denk dat die twee wel hadden. Jullie niet? Maar goed, Marion die kwam dus binnen voor een nieuw lingerie setje. Ze zei, ik moet binnenkort nog een platte buis uitreiken aan een zeer aantrekkelijke jongeman. Dus ja, je weet maar nooit. Maar het viel er wel op. De ringen bij haas voor dames onder de 40 jaar en bij haas voor dames boven de 40 jaar. Ze zeggen, waarom zijn die bij haas van boven de 40 jaar dan zoveel duurder? Ja, dat kan ik wel makkelijk uitleggen. Ik zeg die bij haas voor dames onder de 40 jaar, ja. Die dames hebben niet zoveel nodig, hè. Dat staat allemaal nog, dat is nog stevig. Die hebben niet zoveel stof nodig. Maar die dames van boven de 40 jaar, ja, dat begint allemaal niet te zakken. Er moet wat meer stof in, wat ijzerwerk en zo. Ja, ik zie de sisters ook wel knikken. Ik zeg, die dingen zijn speciaal gemaakt ter voorkoming van zo'n ding tussen uw borsten. Ze zei, zo'n ding tussen uw borsten? Hoezo? Ik zeg, nee, maar daar. Uw navel. Dat uw borsten niet rond uw navel gaan hangen. Daar zijn ze voor gemaakt. Ja, ik krijg wel volk binnen, hoor. Ik krijg lesstenen.
Dat was er een van hierachter volgens mij. Dat was een heel dure volgens mij. Veel geld. Zonnebos hout voor de deur. Ging ze een lingerie setje passen. Hè? Ze komt daar de pashorsken uit in dat setje. Ze zegt tegen mij, staat die? Nou, dat kunnen we zeggen, ja. Ja, ze had hier zo'n plakkaat, zo'n tattoo. Ik zeg, wat staat daar nou? Ja, zegt ze, daar staat Allegria. Oh, ik zeg, schrijf je dat ook met dubbel D? Nee, dat is een herinnering aan mijn oma. Mijn Spaanse oma, die zei dat altijd, Allegria. Zo, nou, dat zou ik zelf nooit doen, hoor, zo'n tattoo. Nee, ja, onze oma die zei namelijk 3 keer per minuut, ja, ja, zo gaat dat allemaal. Ja. Dat sta je niet, hè? Nee. Ja, je hebt ook mensen die komen nooit bij ons in de winkel, hè? Maar vergeet het al. Maar vooral de pastoor, bijvoorbeeld. Maar die had ik betrapt, hè? Hij stond vaak bij ons voor de etalage te kijken, hè? Ik denk, ik zal hem zeggen. Hij stond alweer voor hier uit. Ik ging naar buiten. Ik zeg, meneer pastoor, als u iets voor uw minnaar zoekt toevallig, dan moet een paar deuren verder zijn, bij Kabaal en Co, denk ik. Ja, als er ook mannen binnenkomen, komen ze uit Babel, hè. Ja, ja, die vrouwen kunnen er zelf niet op komen halen, hè. Nee. Nee, je pikt ze er gelijk uit. Als er zo'n vent uit Babel binnenkomt, ik hoor het al gelijk aan de eerste vraag. En ik wil je ook PH's voor vrouwen met 4 tepels. Ja, en onderbroekjes met zo'n gat erin, dat de staart er doorheen kan. Ja, het zijn koeien daar hoor, in Babel. Tjoen. Daarover gesproken, ja, niet over koeien, maar over mensen die nooit bij ons binnenkomen. De ladies, ladies only. Die komen ook niet meer zo vaak bij ons binnen, hè? Nee, we hadden die jaar wakker dieren op bezoek gehad. Sindsdien verkopen wij geen kilo knallers meer. Ja. Ja, sorry dames. Hè? De rest zeg ik achter jullie rug om. Ik had niet zoveel zin om te lopen. Hoewel, er zijn wel een aantal flink afgevallen hoor. Dat vind ik dan wel weer knap, hè? Dat mag gezegd worden. Komen ze ook weer bij ons binnen voor een nieuw setje. Hè? Ja, dat verdienen wij wel. Toen was Sandra, de ex van de prins, was ook bij ons. Vol trots. Oeh, ik ben al 8 kilo kwijt. Ik zeg, oh, kijk eens achter u. Ik denk dat ik ze gewonnen heb. Ja, eigenlijk dacht ik nog 92 te gaan. Dan is Kees er helemaal vanaf, hè. Ja, sowieso de afval was schijtig uit, man. Ach, honger heb, wat er gewoon eten. Stel dat wij niet allemaal die zeikers die dan beginnen, hè. Honger? In Afrika, daar hebben ze honger. Ja. In Afrika hebben ze ook altijd goed weer, maar ja. Daar hoor ik ze ook nooit over. Of zou ik dat in Afrika ook zeggen? Mama, ik heb dorst. Dorst? Weet je waar ze dorst hebben? In Bosuidendorp, met carnaval. Daar hebben ze dorst. Ik bedoel maar. Ja, dat vroegen ze bij gisteren ook nog, hè. Of ik nog carnaval ging vieren. Ik zeg, dat dacht ik wel, ja. Alle dagen. En hoe ga jij dan verkleed zijn? Ik zeg, ik ga dit jaar als badkuip. Als badkuip? Ik zeg, ja, als badkuip. Ik laat mijn eigen hemel vol lopen. Mensen, ik zou zeggen, succes met de make-up zo meteen. En sterkte mee dat praat. Houden we. Dames en heren, Niek Robers.